Kreeft, welkom bij jullie korte bonusreading voor de maand juni. We gaan meteen kijken wat eruit mag komen. Dit is voor het collectief. Iedereen die kreeft in zijn zon, maan of ascendant heeft. Dus neem alleen datgene mee wat resoneert. Laat de rest achterwege kreeft. We hebben hieronder op het dek van de eerste stapel de ster. Gegarandeerd succes. Dus je zult in een situatie... Kan met werk te maken hebben, kan in de liefde zijn, gegarandeerd succes. Wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld Kreeft Universum? 3 kaarten voor de maand juni. Wat mag Kreeft nog meer verwachten voor de maand juni? Boodschappen, inzichten, ja, alles wat we mogen meenemen voor Kreeft. Voor de maand juni 2023, Universum. 3 kaarten alsjeblieft voor Kreeft. 3 kaarten voor het sterrenbeeld Kreeft. Er zijn 2 kaarten, kreeft. Oh, en deze kaart kwam er ook voor de leeuw uit. Iemand gaat uit je leven of het einde van een situatie met de kist hebben we hier. Dus er zal iemand uit je leven gaan of een situatie zal beëindigd worden. En dan hebben we een cobweb. Ja, een spinnenweb. Je wordt beschermd tegen negatieve krachten waar je geen controle over hebt. Wat mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen we nog meer ontvangen? En ik heb het gevoel, kreeft, het feit dat een bepaalde situatie zal beëindigen of een bepaalde relatie, een connectie, dit is ter bescherming van jezelf. Ik heb het gevoel dat het universum een hand heeft hierin en een bepaalde situatie verwijdert of een bepaalde persoon die niet goed voor je is verwijdert uit je leven. En dit is iets wat buiten je controle om ligt. Je wordt beschermd. Dit kan ook te maken hebben met een afwijzing. Kijk, een afwijzing is ook een bescherming van het universum. We hebben een geldpad. Dus het kan ook te maken hebben met je geld. Of van invloed zijn op je geld. Een bepaalde situatie of een persoon. Maar een pad met geld wacht op jou. En het is misschien nodig dat een bepaalde situatie eerst eindigt voordat je dit pad met geld zult vinden, kreeft. Je zult een andere rol gaan spelen. Je zult een andere hoed dragen. Met de hoed. Dus het kan te maken hebben met een carrière, een baan die beëindigd wordt, krijg door. Onder het dek hebben we de staf. Er zal voor je gezorgd worden in moeilijke tijden. En ik krijg heel sterk door... Ja, dat het niet is per direct door iemand in je omgeving, maar echt vanuit het universum bescherming krijgen en voor je gezorgd worden. You will receive a gift ligt eronder. Je zult een gift ontvangen. Dus iets gebeurt, een verandering die gebeurt, wat voor je hoogste goed is. Ja, en kijk hieronder op het dek hebben we een vlinder. A change for the better. Een verandering die goed voor je zal zijn. Wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld Kreeft? Oh. Ja, het zijn er wel veel. 3 kaarten alsjeblieft, universum voor het sterrenbeeld Kreeft. Volgens mij zag ik de jongere man omdraaien. Een jongere man, dus je kunt te maken hebben met een jongere man. Wat mogen we nog meer ontvangen voor Kreeft? Juni 2023, universum. Boodschappen voor het sterrenbeeld Kreeft. Juni 2023. Wat mag Kreeft nog verwachten? Welke boodschappen mag Kreeft ontvangen voor de maand juni? Een appel. Temptation will test you. Dus je zult getest worden. Een bepaalde verleiding met die appel. Ga je van de appel eten of niet? Ga je deze appel plukken of niet? Je zult getest worden. Wat mogen we nog meer ontvangen voor Kreeft? Wat mogen we nog meer ontvangen voor Kreeft voor de maand juni 2023? Nog 2 kaarten, universum. Juni 2023. Sterrenbeeld Kreeft. Sterrenbeeld Kreeft. Oh. Nog 1 kaart alsjeblieft. Oh, en dat zijn er 3. Ja, nou, ik ga ze meenemen. Kreeft onder op het dek hebben we als eerste de maand augustus. De maand augustus
kan belangrijk zijn voor je. Of belangrijk worden. Er kan iets, een grote verandering plaats gaan vinden in de maand augustus. We hebben hier de klim naar succes. Dus je klimt richting succes met deze ladder. Richting dat geld met, of dat pad met geld. We hebben een rups. De dingen zullen niet altijd zijn zoals ze nu zijn. Er komt verandering aan. Dus twee kaarten van verandering. Je zult een andere rol gaan spelen. Kan een andere functie zijn. We hebben hier een vos. Shrewdness en resourcefulness. Especially in business. Ja, op zakelijk gebied. Sluwheid. Maar ook ja, je middelen op een juiste manier inzetten. Ja, erop letten. Letten op je financiën ook. En dan hebben we een mountain road, een bergweg. Je bent op de weg naar succes. Wauw, alweer. Nou, heel mooi. Dus er ligt sowieso succes voor je aan te komen. Ik heb de boodschappen van de dieren voor jullie geschud. En daar kwam kaart nummer 53 uit voor jullie boodschap. Het stekelvarken. Tijd voor een frisse blik, kreeft. Tijd voor een frisse blik. En ik ga de boodschap voor jullie erbij nemen. Kaart nummer 53. Vereenvoudigd tot 8. En 8 staat voor grote verandering. Staat ook voor materialisme. Ja, financiële zaken. We hebben hier een pad met geld wacht op je. Dus dat is heel mooi. Een bepaalde situatie zul je verlaten. Of gaat jouw leven verlaten. Of een bepaalde persoon. En het is nu tijd voor een frisse blik. Wanneer je deze kaart hebt getrokken, wordt het tijd weer als een kind te denken. En de situatie onschuldig en nieuwsgierig te benaderen. Oude verhalen die je in de weg stonden, hebben niet langer grip op je. Het leven zit vol verrassingen, verborgen in het volle zicht. Wanneer je de wereld fris en met nieuwe ogen bekijkt, kan het je helpen om te vinden waarnaar je hebt gezocht. Of dit nu een relatie is, een gelegenheid, of het bewijs dat je alles al in huis hebt om te bewerkstelligen wat je wilt bereiken. Wie had dat gedacht? De spirit van stekelvarken vraagt je om speels te zijn, argeloos en nieuwsgierig. Er staat je nog zoveel te wachten. Je hoeft het alleen maar te zien. Kreeft, je hoeft het alleen maar te zien. En onder op het dek hebben we deze energie van vastzitten. Jezelf niet te kunnen bevrijden van een bepaalde situatie. En het is tijd om een situatie te verlaten. En het is tijd om de blinddoek af te doen. Dit kan ook ja, mentale stress betekenen. Je zorgen maken, het gevoel hebben. Iets gaat niet vooruit. Of het zal nooit verbeteren. Negatief denken. Of ik kan mezelf niet bevrijden uit de situatie. Maar het is tijd om de blinddoek af te doen. En beslissingen te maken. Met deze zware 8. Op het moment dat je inderdaad die blinddoek afzet. De situatie ziet voor wat het is. Kun je jezelf bevrijden. Deze kaart staat ook voor een illusie. Dus we gaan het zien. Ik wil graag 3 kaarten voor het sterrenbeeld kreeft voor de maand juni 2023. Wat zijn de belangrijkste boodschappen? Universum voor het sterrenbeeld kreeft voor de maand juni 2023. 3 kaarten alsjeblieft voor het sterrenbeeld kreeft. Juni 2023. Pentakels 8, en die zag ik ook zojuist bij de schorpioen. Dus het kan ook met een werksituatie te maken hebben. Ergens aan werken, nadenken, wat geeft me werkelijk voldoening? En dit kan te maken hebben met niet alleen voldoening voor jezelf, maar ook je skills kunnen gebruiken, je skills kunnen verbeteren, mogelijkheden hebben op het werk om jezelf te verbeteren, om je talent ten volste te benutten en ook iets voor anderen te kunnen betekenen. Kijk, de aas van staven. Kansen, mogelijkheden op het gebied van werk. Iets waar je je creativiteit in kwijt kan. Een nieuwe start. De aas is kaart nummer 1, staat voor een nieuwe start. Dus het kan zijn, kreeft, dat je een nieuwe baan gaat beginnen. We hebben hier ook de zwaarde 5. En ik ga de kaarten deze keer niet verklaren. Het zijn gewoon korte boodschappen. Maar de zwaarde 5 kan staan voor een verlies. Kan staan voor conflicten. En nog meer vuurenergie met de staven 8, vooruitgang. Positieve kansen, positieve mogelijkheden en een snelle vooruitgang. En met die zwaarde 8 die we net onder op het dek zagen. Kijk, we hebben de zwaarde 8 gezien. We hebben hier de staven 8 en onder die staven 8 ligt de kelken 8.
Dus de enige kaart die we niet hebben gezien van de achten is de Pentakels 8. Oh, hier ligt hij. De Pentakels 8, de Kelken 8, de Staven 8, de Zwaarden 8. We hebben dus alle achten gezien. Dus het getal 8 kan ook belangrijk zijn. 8, 8, 8, 8. 4 achten heb ik gezien. Kelken 8, een situatie die je niet langer vervult, die geen voldoening brengt. Verlaten. En daar komen nieuwe kansen binnen, nieuwe mogelijkheden. En het kan zijn op het moment dat je besluit om je emotioneel terug te trekken, om daadwerkelijk actief te werken aan je eigen geluk. Met de Kelken 8 loop je richting de Kelken 9, een kaart van wensvervulling. Iets wat me emotioneel balans brengt. Iets wat ik graag doe. Iets waar mijn passie ligt. Met de Aas van Staven, een kaart van passie. Voor sommigen van jullie kreeft heeft het ook te maken met liefde. En het kan zijn dat je een relatie gaat verlaten. Iets wat tijdelijk was met de Aas van Staven. Dit kan ook een hele snelle tijdelijke energie zijn. En ja, dit kan iets zijn wat teleurstellend is geweest. Iets waarbij een ander misschien gefocust was op de passie. En niet zozeer op de stabiliteit. En kreeft, je kunt het besluit maken om je inderdaad terug te trekken van deze situatie. Want dit is iets waar je tijd en energie in stopt, maar wat je geen voldoening geeft. Je kunt te maken hebben gehad met iemand die wat manipulatief is, aan zichzelf denkt. Of ja, simpelweg wil winnen, kost wat het kost met deze kaart. En geen rekening houdt met je. Puur voor om eigen redenen, eigen belang in een relatie zit. En het kan een kortstondig iets zijn geweest. En het is tijd inderdaad met de algemene energie, de staven 8, om vooruit te gaan. En ik heb het gevoel dat er nieuwe kansen binnen gaan komen, kreeft. Zodra je een situatie of een persoon achterlaat. Werksituatie of een situatie in liefde. En ik zie jullie inderdaad op het moment dat je deze situatie uit je leven weg is, zie ik je een overwinning behalen. Staven 6, onder op het dek. Dit kan ook staan voor een promotie, dus een hogere functie krijgen. En er kan wat jaloezie zijn onder collega's. Ja, dat zie ik wel. En dit kan ook een reden zijn om voor sommigen van jullie overplaatsing aan te vragen. Zelf het initiatief nemen. Maar het kan ook zo zijn dat dit je aangegeven wordt. Want we hebben die kaart hier van bescherming van het universum. Ik heb het gevoel dat je nu nog niet ziet, maar dat er succes binnen gaat komen. Een overwinning ga je behalen. Ja, dit is wat ik voor jullie zie. Kreeg, vind je het leuk om zulke korte readingen te krijgen? Dan geef mijn video een like. Abonneren op mijn kanaal kan natuurlijk als je dat leuk vindt. En persoonlijke readingen kunnen aangevraagd worden via de website. En alles staat in de beschrijving van de video. Nou, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dag!